Ja, wel 100% tevreden. Ik bedoel, ja, als je na een interlandbreak de laatste 5 duels van het jaar ingaat en nou ja, je hebt een klinkende overwinning 5-0 op Twente, dan ben je gewoon 100% tevreden. Kijk, natuurlijk hadden we de mogelijkheid gehad en misschien ook wel een klein beetje nagelaten om misschien wel 3 of 4 goals meer te maken. Zeker nagelaten hoor, wat mij betreft. Ja, nou, maar dat, ja, als dat dan alles is, dan neem je daar genoegen mee. Op een gegeven moment staan ze ook nog met 10 man Twente en dan is eigenlijk alles aanwezig om de score nog hoger te maken. Maar dat hebben we niet gedaan en dat is het enige verwijt dat we onszelf kunnen maken. En ik denk dat we na een 5-0 overwinning kunnen zeggen. Maar ik ben wel natuurlijk tevreden over het spel wat we hebben laten zien. De doelpunten die we gemaakt hebben, fantastische goals. Het veldspel zag er goed uit. En ja, je zag dat Twente daar geen antwoord op had. Jij kan nog makkelijk 2-3 jaar mee, toch? Ja, 3 is misschien wat lang, maar... Ja, nou, kijk, ik heb nog zoveel plezier in het voetbal. En ik betrapte mezelf erop dat ik gewoon een beetje chagrijnig werd. Dat het zo lang duurde voordat we weer mochten voetballen. Dus ik ben blij dat we weer lekker bezig zijn geweest vandaag. En ik voel... Maar geen basisplaats moeten eisen bij Blinde, Dirk. Ja, zo gaat dat. Nee, maar ik was blij dat we weer konden voetballen. En ik denk dat de hele ploeg uitstraalde. En ik hoop gewoon nog zo lang mogelijk te voetballen. Maar het heeft voor mij, bekijk het gewoon van jaar tot jaar. Ik ben ontzettend gelukkig hier. En we zijn met z'n allen aan iets moois bezig. En dat wil ik gewoon af gaan maken. Ik hoor een intentieverklaring. Wat voor om lekker te blijven? Ja, toch? Gewoon lekker doorgaan. Dat is ook niet, geen geheim. Ja, ik heb dat vanaf het begin af aan gezegd. Toen ik hier naartoe kwam, was de intentie van Feyenoord om een langere contract te tekenen. En ik zei van, joh, laten we het gewoon van jaar tot jaar bekijken. Want ik wil absoluut geen probleem voor Feyenoord op het moment dat het niet meer gaat. Ik heb mezelf niks meer te bewijzen. En het liefst speel ik nog een aantal jaar bij Feyenoord. En laten we gewoon aan het eind van ieder seizoen bekijken hoe dat ervoor staat. En voorlopig gaat het goed.